Want dit blijkt ook hier in Europa echt een aangename grote reisauto en vooral een value for money auto in dit segment. Het is een gekke tijd en eigenlijk vergroot deze reus van Ford, de nieuwe Ford Explorer, dat haar fijn uit. Want hier staat een auto van 5 meter, eigenlijk nog meer dan 5 meter lang, 2 meter breed, bijna 2 meter hoog. Toch is hij als plug-in hybride eigenlijk relatief voordelig. Omdat hij dankzij die plug-in techniek gewoon laag op die CO2 ladder scoort. 71 gram stoot hij uit en daardoor kan zijn vanafprijs nog onder de 78.000 euro vallen. En dat is eigenlijk best een gunstige prijs voor een auto van dit formaat met zoveel luxe, ga ik zo meteen uitleggen, en dit vermogen. Ja, waar hebben we het dan over? We hebben het hier over een plug-in hybride aandrijflijn met een 3 liter V6 turbo benzinemotor en een elektromotor. Gezamenlijk goed voor 457 pk en 825 newtonmeter koppel. Ja, je ziet het, Explorer. Autokenners weten dat dat al een jarenlang bestaande modelnaam van Ford is. Maar autokenners weten ook dat er al sinds jaar en dag een Europese en een Amerikaanse modellijn bestaat bij Ford. Je had Ford USA, Ford Europe. Voor het eerst sinds, ik geloof bijna 20 jaar, komen ze nu met die Explorer op de Europese markt. Waarom? Nou ja, dit is een PHEV en die willen we met z'n allen. In de CO2-strijd, waarbij die uitstoot enorm bepalend is voor de prijs, maakt deze auto voor het eerst een bovengemiddelde kans. Een hybride aandrijflijn dus, een plug-in. Met voorin die zescilinder benzinemotor, geassisteerd door een dik 100 pk elektromotor. In het midden, in de wagenvloer, zit een accupakket van 13,6 kWh, geflankeerd door een brandstoftank. En zo kom je aan een hele veelzijdige aandrijflijn. Standaard met vierwielaandrijving, allemaal automatisch geregeld. Een automaat met een draaiknop met maar liefst 10 verzetten. En de nodige rijstanden natuurlijk. Je kunt hem in sport zetten, maar uiteraard ook in eco, diverse terreinstanden. Want dit is ook echt een capabele terreinauto. Hebben we al eerder ontdekt op een testterrein in België. Een auto van meer dan 5 meter lengte. 2 meter breed en heel veel volume. Ja, dat moet natuurlijk een absolute allrounder zijn. En zo zet Ford hem ook echt in de markt. Ja, je ziet het al als 7-zitter onder andere. En dat zijn echte zitplaats. Ik zal er zo even laten zien hoe je daar ook als volwassene nog redelijk goed kunt zitten. Het is een auto die vol in de uitrusting zit. Dus het is een full options auto. Voor die net geen 78 mil krijg je dus een hele complete auto. Een ST-line met dus standaard die vierwielaandrijving. Het is ook de enige uitvoering die Ford levert. Ze weten nog niet goed hoeveel ze hiervan gaan verkopen. Het is natuurlijk een relatief nieuw segment voor hun. Ze hebben inmiddels een hele range van de EcoSport tot aan deze Explorer. Heel veel SUV's. Dit is de absolute topper. En daarvoor hebben ze gekozen voor één hele complete uitvoering, die ST-Line. In Duitsland en andere Europese landen is er nog een wat luxere uitvoering. Deze ST-Line die heeft wat van die toch sportieve accenten. Je ziet hier bijvoorbeeld 4 uitlaten, maar liefst ook weer redelijk lachwekkend natuurlijk voor zo'n PHEV. We lopen groen te doen en er staat hier zo'n monster met 4 van die grote uitlaatpijpen. Maar goed, maakt niet uit. Het is een auto die er echt stoer uitziet. Als je een rondje maakt, grote wielen, redelijk sportief, behoorlijk wat beschermend body, ja, work, armor zou je bijna kunnen zeggen. Je ziet het, praktisch in zwarte kunststof gehouden. Goede keus denk ik voor zo'n alleskunner. En hiervoor zie je vooral dat het een ST-Line is door die zwarte grill. Hoe rijdt dat dan, zo'n Amerikaanse mastodont op smalle Europese wegen? Nou, ik rij er nu al een tijdje in en ik moet je zeggen, gezien zijn formaat valt me dat alles mee.
Het stuurgevoel is ook zeker niet Amerikaans, maar eerder Europees. Het is redelijk uitgewogen, best ja, redelijk zwaar zelfs, maar heel prettig. En ja, die auto stuurt behoorlijk precies. Nog even over die aandrijflijn dan. Een plug-in hybride, dus in staat om een deel volledig elektrisch te rijden. Deze Explorer heeft daarvoor een EV-knop. Nou, die EV-knop die kun je vier keer indrukken. Je kunt volledig elektrisch gaan rijden. Maar je kunt ook zeggen van EV later, EV now en EV charge. We rijden nu dus in dat charge now. En dat betekent dat die benzinemotor gebruikt wordt om die accu op te laden. Uiteraard niet de meest efficiënte manier van rijden in zo'n hybride. Maar stel dat je zo meteen een emissievrije zone in moet en je wilt toch volledig elektrisch rijden, ja, dan heb je dat nodig en is die mogelijkheid er. Je kunt zoals gezegd dus maximaal zo'n 42 kilometer volledig elektrisch rijden. Daarvoor moet je behoorlijk je best doen, maar iemand die braaf stekkert kan dus lage verbruiksgemiddelden halen. Dat is eigenlijk bij al die plug-ins zo. Dus je kunt een hele boom opzetten, een groene boom opzetten over het nut en de waanzin van dit soort auto's. Maar één ding is duidelijk, als jij echt consequent stekkert en je hebt ook nog een reispatroon wat past bij zo'n hybride, waarbij je dus eigenlijk relatief veel stukken elektrisch zou kunnen rijden, bijvoorbeeld stadse trajecten, dan heb je er wel degelijk voordeel van. In het geval van deze Explorer moet je bij deze hele grote, zware, hoge, niet al te gestroomlijnde auto, dus denk aan een maximum verbruik, zegt Ford, puur op die benzinemotor van ongeveer 10,4 liter op de 100 kilometer. Dus net iets minder gunstig dan 1 op 10. Ga je met een volledig opgeladen accu van start en laat je de techniek zijn werk doen en zit je traject ook nog een beetje mee, dan zou je gemiddeld 3,1 liter op 100 kilometer kunnen halen. Ja, en dat is natuurlijk waanzinnig zuinig voor zo'n grote auto. Niks nieuws natuurlijk, ook een van de eerste hybrides, plug-in hybrides, de Mitsubishi Outlander destijds hadden we als duurtester op de redactie. Kan ik me van herinneren dat je echt hele gunstige gemiddelden kon halen. Bottom line is, zoals bij elke PHEV, de omstandigheden moeten deugen. Je moet bereid zijn een klein beetje je rijpatroon aan te passen. En dan kun je toch echt wel redelijk besparen. Zodra die accu voldoende is opgeladen en die elektromotor weer mee gaat doen, dan merk je ook dat het rijcomfort ietsje toeneemt. Waarom? Nou ja, omdat die elektromotor, die power, eigenlijk de koppelgaatjes die zo'n verbrandingsmotor laat vallen mooi dichtsmeert. Dus dat betekent dat je vanuit stilstand onmiddellijk die elektropower hebt en er zijn ook overgangen waarbij je die elektropower goed kunt gebruiken. Dat geeft al met al een behoorlijk soepele rijervaring. Nou, gecombineerd met deze moderne automaat, 10 traps maar liefst, met draaiknopbediening, werkt goed, ja, levert dat best een hele aangename rijervaring op. Het is sowieso een echte reisauto. Een lel van een ding natuurlijk, dus heel erg ruim. Ook behoorlijk aan de maat qua buitenafmetingen. Maar toch hoef je daar niet erg aan te wennen, omdat hij daar precies genoeg voor stuurt. Dus hij is redelijk goed overzichtelijk met die grote neus en vierkante vormen eigenlijk. Je hebt twee goede schermen waarbij je ook een achteruitrijcamera geserveerd krijgt. Nou, daar zie je heel duidelijk op, ook met een 360 graden view, wat er aan de hand is en waar je die reus exact plaatst en hoeveel ruimte je overhoudt. Uniek aan die rijstanden knoppen deze Explorer is ook de tow en haul mode. Nou, dat zijn eigenlijk Amerikaanse termen voor trekken en zeg maar de aanhangerfuncties. Die aanhangers die je hier achter kunt hangen, die kunnen behoorlijk zijn, want hij mag maximaal 2500 kilo geremd trekken. Je kunt er dus behoorlijk forse aanhangers mee voorttrekken. Denk maar aan je boottrailer, paardentrailer of wat mij betreft je racetrailer. Dit ding kan het goed hebben. Er zit ook een ESP op, wat is aangepast op die trekfunctie.
Dus dat stabiliteitssysteem dat ontdekt dan ook of bijvoorbeeld je trailerlicht gaat slingeren en corrigeert dan jouw auto weer wat om de boel in balans te houden. Daarnaast heb je zelfs een uitgebreidere parkeerfunctie waardoor die ook die trailer meeneemt in parkeersituaties. Doet die dan alles goed? Nee, nog niet alles, want er zijn geraffineerdere automaten. Op zich, in normale situaties, als die accu ook nog niet helemaal leeg is, is die, ja, zoals gezegd, behoorlijk comfortabel. Mooie soepele schakelmomenten. Maar zodra die accu dus leeg is en hij het alleen met die benzinemotor moet doen, dan heb je af en toe van die abrupte starts. Waarbij je dus uit stilstand wegrijdt en die auto net te rap van kiet gaat. En dat levert dan weer een schokje op en dat wil je eigenlijk niet. Maar goed, dat is eigenlijk het enige minpunt wat ik kan verzinnen. Voor de rest is het echt een hele sterke aandrijflijn ook. Want vergeet niet, 457 pk en 825 Nm is natuurlijk echt heel veel. Mag je met zoveel vermogen en zoveel trekkracht dan ook wat sportprestaties verwachten? Nou, op basis van die cijfers zou je zeggen van wel, en dat is ook deels zo. Want trek jij een sprintje van 0 naar 100, dan heb je maar 6 seconden nodig. En dat is natuurlijk echt heel erg snel voor een auto van dit formaat. Topsnelheid, autobaanwerk, ook geen probleem. 230 km per uur haalt hij, ook best wel snel. Dus daar is allemaal niets mis mee. Rechte lijnwerk, oké dus. Hoe zit het met het bochtenwerk? Ik vertelde het net al een klein beetje. Dat stuurgevoel, dat deugt best wel. Het is behoorlijk precies. Goed uitgewogen, niet te licht. En de body control, ook belangrijk bij zo'n hoge auto, is echt ook goed gedaan. Deze auto blijft ondanks zijn hoogte behoorlijk vlak in bochten. Helpt dus niet te veel over. Ford levert deze Explorer dus maar in één hele complete uitvoering. De ST-Line. Nou, daar zit dan ook echt alles op wat je maar kunt voorstellen. Van alle mogelijke rijassistenten tot aan de laatste vormen van connectiviteit. Minuutjes zijn allemaal redelijk helder. Af en toe moet je eens even zoeken naar een functie, maar dat is bijna in alle auto's zo. Kwestie van wennen en dan werkt het redelijk goed. Materiaalgebruik ook oké. Niet de absolute top. Wel goed genoeg voor deze prijsstelling en dit merk. Die vele uitrusting, ja, die krijg je eigenlijk geserveerd in een hele ruime auto. Echte gezinsauto, een echte reisauto. Hoge zitpositie, comfortabele zitpositie, heel veel leefruimte. Zowel hier voorin als op die achterbank, als zelfs op die derde zitrij. Moet je wel als volwassene flink wurmen om daar terecht te komen. Maar als je er eenmaal zit, dan kun je nog redelijk met wat inschikkelijkheid van de mensen op de achterbank nog redelijk zitten, zelfs als langere volwassenen. Het is dus een echte zevenzitter. Ook dat maakt het een hele complete auto. Moeten we dan blij worden van deze Ford Explorer? Nou, wat mij betreft wel. Ik ben blij dat ze hem niet alleen voor Amerika hebben gehouden, zoals ze in het verleden steeds deden. Want dit blijkt ook hier in Europa echt een aangename grote reisauto en vooral een value for money auto in dit segment. Bovendien rijdt hij nog heel goed. Echt als een Ford. Dus met behoorlijk goed stuurgevoel en behoorlijk wat comfort. Daarbij mag hij nog hele grote aanhangers trekken en dat is ook echt heel bruikbaar in deze klasse. Oké, ik verval in herhaling, ik weet het, maar hij is gewoon heel erg compleet.